Zaterdag 25 oktober vond in het gebouw Kellerstaten op industrieterrein Kelle de Van Herwijnen Stadsdag plaats. In de ochtend werd de openingshandeling verricht door wethouder Economische Zaken van de gemeente Tiel, Corrie van Reeuwt-Ammerveld. Ik ben ook zeer blij dat wij vanochtend de wethouder van de gemeente Tiel, wethouder Economische Zaken, Corrie van Reeuwt-Ammerveld, hier hebben om de openingshandeling te verrichten. En symbolisch wil ik haar alvast de schaar overhandigen en haar het woord geven. We zijn er als gemeente heel blij mee dat ondernemers nu het initiatief hebben genomen om te zorgen dat startende ondernemers kennis op kunnen doen, kunnen horen waar moet ik op letten, wat is belangrijk als ik een onderneming ga starten. En dat is, voorheen werd dat door de Kamer van Koophandel gedaan. Die heeft in dat opzicht en in meerdere opzichten een aantal stapjes terug gedaan, zeker vanuit Tiel. En het is heel mooi dat dat vanuit Tiel door de ondernemers zelf opgepakt is. Ja, ik ben heel blij en ik ben ook heel trots dat ik die dag heb mogen openen vandaag. Ook dit is weer een mooi voorbeeld van die zelfredzaamheid van de maatschappij, hè? Dat klopt. Het is een mooi voorbeeld van de participatiemaatschappij. Maar ik moet zeggen dat de ondernemers in Tiel, die wij kennen, we kennen de ondernemerscentrale Tiel, die heel actief is, die heeft denk ik die aanmoediging van de overheid niet zozeer nodig. Die zijn altijd enthousiast, altijd bereid om mee te denken, constructief bezig. Dat is echt een goede partner voor de gemeente, ook als wij ergens tegenaan lopen. In de maatschappij, die altijd meedenken, meepraten. En dat zie je onder andere ook aan onze bedrijventerreinen, hoe die erbij liggen. Dat is toch ook inzet van de ondernemersvereniging, die daar zelf een grote bijdrage aan doen. Ja, daar zijn we trots op. Wij hebben ondernemende ondernemers in Tiel en die moet je koesteren. Anthony Berends, hij is lid van de directie van Van Herwijnen Accountants, was aangenaam verrast door de grote belangstelling van de Stadsdag. Dit hadden we eigenlijk niet verwacht. Het is het eerste initiatief in de Betuwe nadat de Kamer van Koophandel dit gat heeft laten liggen. Eigenlijk, nu is de Stadsdag in Utrecht, voor deze regio eigenlijk, voor de Kamer van Koophandel. Met onze partners zijn we heel tevreden met dit succes. Ik denk dat er ongeveer 200 à 300 mensen geweest zijn, geïnteresseerden die een eigen bedrijf willen starten. En dat vinden wij echt een groot aantal voor de regio Rivierenland. Daar zijn we heel trots op. En natuurlijk doen de mensen dat zelf, die hebben interesse. Maar ik denk dat dit initiatief een succes wordt voor de komende jaren.